Ja. Ja. Dat is wel oké, hè? Ja. 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 Goed. Goed. Daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Hallo allemaal en fijn dat jullie kijken met weer een nieuwe aflevering van Durven te Vragen. En dit keer heb ik naast mij zitten Vincent Sporksleden. Klopt, Sporksleden. Ja. En Vincent, voor de mensen die Vincent niet kennen, die is onze ICT-koning. Dus mocht je ooit een keer een probleem hebben met je laptop of je iPad, dan kan je altijd deze man bellen. Het eerste wat ik me afvroeg, Vincent, waarom heb jij gekozen voor de zorg? Heb jij zelf ook ervaringen met de zorg? Nee. Ik ben echt helemaal in de andere bouwbranche, installatiebranche, noem maar op, alle branches ben ik terecht. Maar de zorgbranche was voor mij een hele nieuwe uitdaging. Ben je zelf ooit echt in aanraking geweest met zorg? Zorg, ja, ziekenhuis. Ja? Je belandt in het ziekenhuis. Kaboom! Dat is het enige. Maar ja. Je hebt nog nooit mantelzorg verleend? Nee. Of iemand die dichtbij je staat, die naar een verzorgingshuis is gegaan? Nee. Dat ook niet. Zou je dat een keer willen? Tuurlijk. Meelopen in de zorg? Meelopen zonder merk. Echt waar? Ja, zeker weten. Nou, dan gaan we dat regelen voor je. Dat gaan we doen. Goed, Vincent. Ja. We gaan beginnen met Durf de Vraag. Wat wel nieuw is in deze editie, is dat ik een paar doe-opdrachtjes erbij heb gedaan. Oh jee. Dankjewel. Dus doe je dat niet, ja, dan moet je ook een boontje eten. Maar dat geldt ook voor mij. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan beginnen! Yes! Zou jij in een actiefilm of in een... Wat voor film zou je willen spelen? Nou, je zegt het al. Actiefilm? Ja. Ben jij dan goeierik of slechterik? Ik vind je wel een slechterik eigenlijk, weet je wel. Ja, geen ongelijk in. Met zo'n zou... ooglapje. Ja, zo. Arrrr. Katten. That's got to be the best part I've ever seen. Voel je veel in je slaap? Nou, ik word wel altijd in een andere positie wakker. Dus ik denk het wel. Wat andersom zo? 360 graden? Ja, gewoon een hele andere plek ook gewoon. Ja. Heeft iets of iemand ooit jouw leven gered? Niet dat je een keer bijvoorbeeld hebt gehad dat je ergens stond en dat iemand op het laatste moment je wegtrok omdat er een auto aankwam? Nee, dat doe ik bij anderen. Ja? Ben je zo'n held? Ja. Als jij ja, jezelf een superheldennaam zou moeten geven? Ja. Ja? Wat zou dat dan zijn? Captain Cave. Captain Cave! Nee. Dan ga je dus zien alles wat je zegt voor de komende 10 minuten. Zing alles wat je zegt voor de komende 10 minuten? Ja. Zolang het die video niet eet, joh. 10 seconden dan. Doe dan nog maar 10 seconden dan. Wat staat 10 minuten? Dat is goed, Vincent Sporksleden. Volgens mij ben jij aan de beurt. Ding! Kijk. Geef een concert met een luchtgitaar. Wat denk je er over 30 jaar nog op Radio 10 gedraaid wordt? Wat er dan nog wel draait? Ja. Michael Jackson? Ja, sowieso. Weet je zeker? Ja, tuurlijk. Jij bent een groot muziekfan? Ja, ik ben onwijs muziekfan. Echt waar? Ja, ik ben een festivalganger, ben ik ook. Echt waar? Ja. Dus daarom sprong je zo bij Zorg voor Morgen. Ja, ook. Geen probleem. Geen probleem. Laat iemand loser op je voorhoofd schrijven. Dat zou ik nooit doen. Nooit. Dus, boontijd toch? Ja, vind ik wel. Boontijd! Proost, hè. En moet je hem doorkouwen? Nee, je moet nou kou maar en dan zie je wat er gebeurt, hè. Yes! Ja! Ja! Is die lekker? Ja. Nice! Mm. Dat was hem alweer. Vincent. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het echt superleuk. Ja? Vond je het leuk? Echt. Ik valt het mee, niet... hè? Valt het zeker mee. Echt, dat snoepje was heerlijk overheer. Oh, zullen we nog een snoepje nemen? Wel, gewoon... Voor afsluiting. Oké, dat gaan we doen. Oké, dan gaan we de video afsluiten. Weet je hoe ik altijd afsluit? Nee, geen idee. Nou, dat doen we altijd met de zin. De dag is altijd florisant met een beetje variant. En wat we dan doen, met een beetje variant nemen we allebei de boon in. Is ja? Goed. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En dan ga ik de video van deze week afsluiten. Dus dan zeg ik natuurlijk allemaal weer de dag. Nee. Fout. Oh, nee. Oké. 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 Jij doet het laatste stuk. Oké. Okay. Met een beetje variant. Ja, oké. Okay. Dus. Oké. Okay. Dat had je niet gezegd. Nee, dat is waar. Okay. Ja. Top. Oké. Okay. Dus, de dag is altijd florisant. Bij variant. Gaat voor in de auto ook.
Nee, joh. Lekker, ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.